Sta je bij Noémie van der Boogt. Noémie, wat is er gebeurd vandaag? Belgisch kampioenschap? Ja, eerste deelname aan een heel mooi Belgisch kampioenschap. Pittig parcours met ja, de bekende Belgische betonplaten, met ja, de gleuven in het midden. Leuk parcours, heel mooi, tenminste heel enthousiast publiek aan de zijkant, wat toch wel voor kippenvel zorgde. En voor jou persoonlijk, want ik zie jou aan de kant staan en de wedstrijd is nog bezig. Ja, in principe vierde koers van een hele jonge wielercarrière. Dus volgens mij mag ik meer dan tevreden zijn met de eerste vier plaatselijke rondes om die te overleven. Dus ik stap in ieder geval zo meteen met een heel tevreden gevoel weer in de auto naar huis toe. Ik hoor een Nederlands accent. Ja, vertel. Ja, ik rij zo meteen eerst naar Oudenaarde, waar ik geboren ben. Daar ga ik de spullen pakken en dan vertrek ik weer naar Nederland, waar ik in Nederland woon, voor mijn studie. En volgend weekend kom ik gewoon weer terug naar België toe voor een nieuwe koers. Hoe is het wielrennen in Nederland gesteld? Ik denk pover. Ja, lastig. Momenteel is geen enkele wedstrijd meer open. Alles is momenteel al vol zet. Er is een enorme stormloop voor de wedstrijden die beschikbaar zijn. Het loopt niet helemaal. Ik bedoel, alles zit vol, er zijn heel weinig koersen. Als er dan eenmaal koersen zijn, dan is het op de clubparcoursjes van een parcoursje van 2 kilometer, wat je dan bij wijze van 40 keer moet doen. Dus dat, de echte koersen zoals in België, die beleving gaan we momenteel in Nederland niet kunnen ervaren, helaas. Misschien een dwaze vraag, waarom als vrouw wielrennen? Ja. Geboren in Oudenaarde, elke zondag de pros voorbij zien rijden. Dan word je er toch wel een beetje mee opgegroeid. En een hele mooie quote. Niet neuten, niet pleuien. Sterk karakter en niet opgeven. Gewoon door. Okay. Veel plezier in België. Dankjewel.